Goedemiddag allemaal. Vandaag zijn we met de motorfiets bezig van Jantje. En deze motorfiets heeft een best wel levensverhaal achter de rug. Mag je trots op zijn, Jan. Je weet precies wat ik bedoel, hè. En we hebben de ballonlagen vervangen. We hebben de voorwiellagen gecheckt en de rem een beetje schoongemaakt. Hier de boel ook losgehad en weer opnieuw vastgezet. Ik ben nog niet klaar, maar ik moet nog dingen vastzetten. Nalopen liever gezegd, want ik wil altijd weten en zeker weten dat dingen vastzitten. We hebben ook al de toerentellerkabel opnieuw aangesloten, een nieuwe kilometertellerkabel en een nieuwe showkabel neergelegd. En die showkabel, dat had te maken met het propje waar je aan trekt, daar zaten basjes in. En de koppelingstafel was ook naar de kloten, zoals ik al aan had gegeven, dus dan gaan we die er even inzetten. En dat is altijd een beetje lastig. Bij een zilverring, want de uitlaat zit in de weg en weet ik allemaal wat. En je moet hem er eigenlijk ook allemaal maar tussendoor zien te figuleren. En eigenlijk gaat het nooit lekker. Nooit gaat het goed. Je komt altijd ruimte tekort. En soms denk ik wel eens dat Honda hier gewoon een fout heeft gemaakt. Zo. Zo. Wat ik ook heb gedaan is met de pure benzine het motorblokje, het motorblokje schoonmaken. Het is altijd net tegen het maximum van mijn kunnen aan. Een stom kabeltje op zijn plek leggen kost heel veel moeite. Eigenlijk zit de uitlaat in de weg. Ja, ik voel hem. Op zijn plek schieten. Zo. Nou. En dit heb ik ook nooit begrepen. Honda is in veel opzichten gewoon echt goed. Perfect. En weet ook wat ze maken. Maar voor sommige dingen vind ik het bij de Silverwing dermate prutserig. Nou. De kabel steek je er maar een beetje tussendoor en moet ergens achterlangs. Tussendoor zei ik. En achterlangs. En wat je wil is dat hij zo mooi mogelijk loopt. Ja, het stelt echt. Ik steek hem al door zijn houdertje heen. En ik wil hebben dat hij daar vast blijft zitten. En de tank die komt er ook bij wat ik doe. De tank bedoel ik komt er straks bovenop te zitten. Daar moet hij gedeeltelijk doorlopen. Wat ik nu even doe, is een beugeltje maken. Een hulp, een tijerhepje. Een tijerhepje. Au, dat was weer mijn knie. Het is wel heel erg kort. Dit gaat hem niet worden. Wat gaat hier niet goed aan? Eens even controle doen. Ah, zie, hij zit hier nog niet. Goed ingesloten. Zo. Wat we doen is hier inhaken. Aanknijpen. Helaas net niet gelukt omdat ik de moer verkeerd had zitten. Nog een keer. En hij zit. Dat los flexibel handvaartje. Oh, dit is wel lekker. Dat is, voelt gelijk een stuk beter aan. Is veel meer rijplezier. Uitleggen wat ik nou doe. De koppelingskabel ten opzichte van de hendel, hevel beneden op het koppelingsdekselhuis moet speling hebben. We willen hebben dat het lager wat de koppelingsplaten naar achteren drukt vrij loopt. Dus de kabel moet gewoon speling hebben. Dat voel je op de hendel hier. Dus je hebt altijd een beetje een vrije slag en dan ga je hem hier bovenaan. Op het stuur geef je hem een paar slagen uitdraaien, zodat je twee kanten op kan stellen. Dat is voor de zekerheid.
je komt iets tekort omdat de koppeling slijt of de kabel rekt uit, noem maar wat op. Dan wil je het op kunnen stellen, bij kunnen stellen en eventueel onder het rijden. Doen we niet, kan. Wat ik dus doe is dus deze hier, hallo, hiero. Ja, zorg dat ik twee kanten op kan stellen. En dan ga ik voelen of ik speling heb en dan draai ik deze aan. Ja, we laten hem zo zitten. Gaan we gewoon borgen. Zitten twee moeren. Ja, ik zei borgen, maar op de een of andere reden heb ik niet het juiste gereedschap bij de hand. Het is 12. Dat is ook een nadeel, imitatie. Origineel zijn veel dingen niet meer leverbaar. Ja, dat levert wat problemen op, zoals we nu weten. Maar imitatie is goed genoeg. En dan pak ik jullie even erbij. Ze zijn al klaar. We zien dat we hier bovenin enigszins wat ruimte hebben op de kabel. En dus als we sturen, kan de kabel naar links, als je naar links stuurt, uittrekken. Showkabel zit er ook al nieuw in, moeten we nog aansluiten, maar die carburateur zullen we nog houden hebben. Hier onderop is het een en ander nog niet klaar, dat komt straks. Want de remslangen liggen er nog allemaal hier los, gaan we ook doen. En dit wilde ik laten zien. Twee moeren aan de bovenkant. Hier tussendoor. En dit is gewoon naadje. Ik heb geen idee of die hier tussendoor moet. Hier langs. Dat komt ook omdat die beugel er zit. Die imitatie scheidbeugel. Die zo mooi is. Want ook ik heb hem op mijn zilverwing zitten. En dat komt ook nog eens een keer door de kuibeugel. En daar gaan we gewoon niks aan veranderen. Bij een CX'je loopt het al niet mooi. Maar bij een zilverwing loopt het gewoon ronduit bagger. En hier geef ik Honda absoluut geen pluspunten. Maar gewoon een negatief, een 1. Die kabel loopt zo kut hier tussendoor. Dat ik het gewoon waardeloos vind. Ook hier, bij de eerste modellen hadden we hier een beugel zitten. En die is er niet. Nou, hoe dan? We hebben hier een toerentellerkabel. En nu ook de koppelingskabel. Gaskabels, alles loopt hier achterlangs. Het is niet fijn. Je ziet gewoon wat voor rommel het is. En dan hebben we eigenlijk hier het contactslot aansluitingje zitten. En de grap is, ik verwacht daar heel veel problemen mee. Elektrische zaken die langs dingen bewegen, je ziet het, gaan storing geven. En wat schetst mijn verbazing, ik hoor daar nooit een probleem over. Hier hebben we ook te maken met een fantastisch zelfhulp. Oplossend vermogen van een of ander blauwkleurige tape. Dat is gebruikt om de modificatie van deze stuurbediening erop te zetten. En dat heb ik nog niet klaar. En dat stuur hebben wij vervangen. Het was kapot, verbogen de oude. Deze is ook een maat groter. Maar wel de originele Silverwing stuur. Maar deze bediening is van een andere fiets. En we hebben natuurlijk zelf afglijdende handvatten. Dacht ik. Of vaten, handvatten. Waar weet ik veel, zoek het uit. Dan missen we hier nog het geluid reduceer ventilatiekapje. Moet er ook nog op. Daarvoor hangt de beugel hier nog los. Die houdt ook enigszins de bediening en de bekabeling op hoogte. Totaal onnodig. Maar we monteren hem wel terug. En hier hebben wij het bewuste 7 volts regelblokje. Nou, gaan we niet doen op dit moment. We hebben de kilometertellerkabel er ook opnieuw in zetten. Met een fijn imitatie nieuw schroefje. Altijd nieuw doen. Spatbordje zit vast. En het voelt al een stuk beter aan. Wat gaan we nu wel doen? We gaan naar gereedschap opruimen. En dan gaan we naar de remklauwen kijken. En daar kan ik al wat over zeggen. Dit zijn zelfinfletende, opzwellende rubbertjes. Die zijn best wel uniek.
Die zijn ook flexibel opgesteld, zie ik. Ze zijn, ja, zien er goed uit. Hè? Je kunt ze goed verwijderen, dat is een doel van een rubber. Hier is waarschijnlijk kogelvet gebruikt, kogellagenvet. En dat willen we niet, want dat lost dat rubber op. Wij gebruiken speciaal blauw remmenvet. En dan moet ik toegeven, dit remmenvet is niet bedoeld hiervoor. Alleen om die rubbers goed te houden, maar dat leg ik straks nog een keer uit, ga ik toch die pasta hierin gebruiken. Elke 2 jaar moet je dit loshalen. Ik weet nu al dat deze man vanaf 2008 hiermee rijdt. Het is goed gebruikt. We gaan die opknappen. We gaan daarmee in de gang. Dan ben ik nog even met een klein dingetje tussendoor bezig. Dan weten jullie gelijk hoe druk ik ben. Kijk Jan, teringbende voor jou is eraf. En het loopt weer. Maar we hebben er nog geen flikker aan gedaan. Dus die moet nog los. Maar dat doe ik als de voorkant klaar is. Een luchtfilter zit er al in. Een uitlaatpakking van jouw motorblok heb ik verwijderd. Paste niet, zag ik. Ik weet niet waarom die daar zat. Hier ligt nog restant benzine. Ga ik zo opruimen. Dat is benzine wat ik gebruikt heb om jouw kadans schoon te spoelen. Daar ligt nog een melkpak hier op de grond. Een stuur van een of ander iemand die krom is en kleiner is dan het origineel. En ik heb gelijk maar even de katalysator van je motorfiets verwijderd. Was niet meer nodig. Dus waardeloos. Nee Jan, ik was hier ook mee bezig. De katalysator is kapot, daar maak ik ook nog wel een filmpje van. En die komt uit deze bak hier. Oh, waardeloze constructie, kutauto. Oh, sorry. Deze auto heeft dus een kapotte katalysator. En ik heb hem eruit weten te vogelen. Vraag niet hoe. Dus daar ligt hij. Daar ga ik straks nog wel weer een filmpje van maken. Maar nu niet. Goed, ik ga het even opruimen. En we gaan... Oeh, daar liggen achterremblokken. Zie je dat? Oh, die zijn knuffelbaar. Die gaan daar ook nog in gezet worden. Maar dat laat ik jullie wel zien. En die pakking is natuurlijk van die Ford Galaxy. Ja, de kenner ziet al dat hij hier gelekt heeft. Olie. En daar heeft hij ook gelekt. En ik heb die auto gekocht. En waarschijnlijk hebben ze toen al lopen kloten hiermee. En even klein bij jou. Dat zijn slinder 1, 2, 3, 4. Of 4, 1, 2, 3. Maakt allemaal geen fuck uit. 4, 3, 2, 1. Wat ze noemen. En deze ruimte hier tussen. Dat is echt heel weinig. Is gebruikt om voor de RGE klep de recirculatie in te stellen. Fuck it met milieu. Dat is het enige wat ik erop wil zeggen. Maar goed, we hebben het hier over de Silverwing. En wij moeten daar nog kleppen op stellen. Olie bijvullen. Maar het motorblok ziet er alweer schoon uit. En de rem voor in orde maken. En dat vind ik wel belangrijk, want ik wil hebben dat Jantje kan remmen. Maar ik ga het eerst de troep opruimen. Hey, kijken jullie straks weer mee? Volgende keer weer. Mazzel, tot ziens.